vandaag gevaren met de Grand Soleil 34 op het IJsselmeer vanuit de jachthaven Lelystadhaven. In een knoopje of 5 tot 8 wind. En dat lijkt misschien niet zo heel snel, maar voor deze boot is het geen enkel probleem. Want aan de wind haalt hij ook met gemak 5 knopen in 5 knopen wind. De Italiaanse boot is het antwoord van Grand Soleil op de racers die met name in de offshore heel veel winnen, maar in de inshore heel goed hun best moeten doen om mee te komen. En Grand Soleil heeft daarvoor de 34 bedacht, die zowel inshore als offshore hoge ogen moet kunnen gooien, zowel in IRC als ORC. Lopen we even van voor naar achter door. Het hoofdschot is open, dus de hut in de punt die is niet afgesloten. Je kunt daar met 2 personen slapen. Verder naar achteren salon, opklaptafeltje, kun je wegnemen voor wedstrijden. Verder naar achter full-size navigatietafel, ook een kombuis. Nog verder naar achter weer een grote 2-persoons hut. En stuurboord achter naast de natte cel. Ook nog een heel grote bergruimte, die overigens niet van buiten bereikbaar is. Maar achter in de boot heb je nog een groot achterronde die vanaf dek bereikbaar is. Het vrijboord van de boot is vrij hoog, wat ervoor zorgt dat de kajuitopbouw niet zo heel hoog hoeft te zijn. Dus als je aan dek zit, kun je gemakkelijk over de hele boot heen kijken. Dus de aanblik is vrij vlak. Ook is de kuip bijzonder groot. Ook vanwege de helmstok die erin zit, heb je die ruimte wel nodig. Die grote kuip zorgt er tevens voor dat je tijdens wedstrijden alle ruimte hebt voor een volledige bemanning. Als je dat wilt tenminste, want met 2 personen moet de boot ook heel goed te varen zijn. Grand Soleil heeft met de 34 een prachtig concept neergezet met een hoog snelheidspotentieel. En bovendien voor een eerlijke prijs. Want als je kijkt naar de kwaliteit en stijl van Grand Soleil, die ook op deze 34 terugkomt, dan is de boot met een prijs van 166.000 euro inclusief btw behoorlijk goed geprijsd. Doet de boot wat Grand Soleil belooft, zowel in IRC als ORC, zowel inshore als offshore, dan hebben de huidige boten in de markt er een geduchte tegenstander bij.